de grootste angst die je hebt is vanaf 8000 meter. Want op dat moment kom je echt aan de grenzen van het menselijk kunnen. Er is echt absoluut te weinig zuurstof, nog maar 1/3 van de hoeveelheid als op zeeniveau. Dat betekent dat je met een veel tekort aan zuurstof een topprestatie moet leveren. Nou, je kunt je voorstellen dat klimmen, dat is nog tot daar aan toe. Maar op het moment dat je terug moet, oververmoeid, concentratie misschien even weg, dat je daar heel makkelijk een uitglijden kunt maken. Nou, zo zijn er nog een paar punten op die topgraad waar je gewoon verschrikkelijk alert moet zijn, zeg maar, op de foutjes die je maakt. Want elke fout die je maakt zal waarschijnlijk ook met een fatale afloop zijn. Na een week vastgezeten te hebben in het basiskamp wordt het weer beter op de Everest. Ron is nog niet hersteld van zijn ziekte, maar geeft aan verder te willen. Het team besluit kamp 2 en kamp 3 op te gaan zetten. Wat volgt zijn verschillende zeer zware klimdagen op grote hoogte. Ron voelt zich te zwak. Hij besluit onderweg naar kamp 3 terug te keren naar North Col. Wilco en Rex klimmen verder en komen na dagen zwoegen aan in kamp 3 op 7900 meter. Kamp 3, 7900 meter. Maarten van Eck, lid van het basiskamp in Nederland, heeft vanaf nu dagelijks contact met het expeditieteam. Ja. Hij probeert mee te denken met moeilijke besluiten die genomen moeten worden. Hij zorgt er onder andere voor dat het team de juiste medische en weerkundige informatie krijgt. Voorlopig lijkt het weer zich redelijk goed te houden. Maar in een extreem gebied als de Himalaya zijn er kleine veranderingen soms verantwoordelijk voor toch plotseling extreem weer. Op de satellietfoto's om maar een heel klein vlekje zien, kan dat voor de mensen zelf ter plekke heel erg problematisch uitpakken. Dus voorlopig lijkt het weer mee te werken, maar we moeten wel de vinger erg goed aan de pols houden. ABC blijkt het verblijf in kamp 3 voor Rex vervelende gevolgen te hebben. Hij heeft last van bevriezingsverschijnselen aan zijn tenen en aan zijn handen. Vooral aan het bovenste gedeelte. Hij is wat paarser hier. Wilco en Sherpa Dawayel nemen de te volgen strategie voor de laatste week door. De strategie is van groot belang omdat communiceren steeds moeilijker zal worden naarmate het team hoger op de berg komt. Rex en Wilco klimmen verder en komen zwaar vermoeid aan in kamp 3 op 7900 meter. Hier moeten ze zichzelf in leven zien te houden met ijs dat ze smelten. In kamp 3 blijven ze slapen. Morgen staat de klim naar het tussenkamp, kamp 4, op het programma. Daar zullen ze alleen rusten om vervolgens rond middernacht een toppoging te ondernemen. Woensdag 19 mei. Vandaag willen wij klimmen naar kamp 4 op 8350 meter. Ongelukje 's ochtends vroeg in de tent. Even de slaapzak tegen de brander. En dan ben je uit je humeur. Dat de Mount Everest een levensgevaarlijke berg is, blijkt onderweg naar kamp 4. Verschillende klimmers komen in gevaar door uitputting en het opraken van zuurstofflessen. Dit klimjaar alleen al stierven er 7 klimmers op de Mount Everest. Rex en Wilco klimmen in tegenstelling tot de meeste klimmers zonder extra zuurstof richting de top. Aangekomen in kamp 4 blijkt ook Rex het zeer zwaar te hebben. Hij heeft last van de ijle lucht en van bevroren vingers en tenen. Wel heeft hij een persoonlijk hoogterecord bereikt. Gefeliciteerd jongen met je hoogterecord. Dankjewel. Het heeft veel energie gekost. Ja.
is te verplaatsen gekomen. Heel weinig zuurstof in de lucht. Dat het verdomme wel doortikt. Twee maanden. Wikkelen op de berg. Twee maanden flink hoesten. Oh, moet even niet aan. Denk je dat we morgen omhoog gaan? Weer omhoog. Komt er dan nooit een eind aan? Oh. Een paar uur later klimmen Rex, Wilco en Sherpa Dawayel richting de top van de Mount Everest. Rex raakt vrij snel achterop. Daarnaast vreest hij voor zijn vingers en tenen. Hij is bang dat als hij doorklimt hij verschillende vingers en tenen verliest. De grote achterstand en de angst om ledematen te verliezen doet hem besluiten terug te keren. Voor Rex eindigt de Mount Everest expeditie 2004 op 8400 meter. Wilco en Dawa hebben het zeer zwaar, maar klimmen door. Ze komen onderweg een Noorse expeditie tegen die wel met extra zuurstof klimt. Ze vervolgen hun weg door de zone des doods, waar ze bevroren lijken van eerdere expedities tegenkomen. Met de top in zicht is Wilco kapot en zakt door zijn knieën. Kruipend vervolgt hij zijn weg. Dan gaat de telefoon in het basiskamp in Nederland. Wat, ik heb het gehoord! Sta je op de top, jongen? Ik sta op de top! Het weer was totaal en boos. Mijn handen pleuren eraf, mijn voeten pleuren eraf. Foto's en video konden alles gemaakt worden. Op 10 uur stond ik op de top uit Dalen, over. Geweldig jongen, geweldig. Hoe is het weer op het ogenblik? Klote, super koud. Echt waanzinnig koud. Ik heb de hele dag nog geen berg gezien. Alleen maar mist en windvlammen. Ik heb zonder zuurstof gedaan. Met het bereiken van de top van deze 8850 meter hoge Mount Everest is Wilco de eerste Nederlander die de drie polen heeft bereikt. De Noordpool, de Zuidpool en de top van de Mount Everest. Het uiteindelijke doel van Wilco was om met een parapente van de top af te vliegen. Het weer is echter te slecht en Wilco zal de loodzware afdaling te voet moeten ondernemen. Na maanden van spanning vallen Wilco en Helene en Rex en Natasja elkaar in de armen. Is opgestaan van de droom in je gedachten naar de wolken op te gaan. Ging je weg van alle paden en de straat waarin je woont naar het land van hoge bergen. Waar de hemel je heeft bekroond.